Punt 8, mobiliteit. Provinciaal reglement evenementenbussen. De provincie boog zich over een nieuw subsidiereglement voor de evenementenbussen. Dat zijn de feestbussen op einde jaar, maar ook bussen die reizigers van en naar evenementen als de Koppenbergcross in Oudenaarde of Krammerok in Stekenen brengen. De drempel om een dossier in te dienen wordt verlaagd naar 2500 bezoekers per evenement. En de subsidie bedraagt 60% van de totale kost, met een maximum van 10.000 euro. En dit vanaf 1 december. N-VA-raadslid Anne Vervliet diende een amendement in om ook de reiziger een kleine bijdrage aan de vervoerskosten te laten leveren. Maar dat amendement werd niet goedgekeurd.